Van antiek tot modern en van speelgoed tot levensgevaarlijk. Na 2 weken straffeloos wapens inleveren, maakt de politie in Zaanstad de balans op en ziet zichzelf geconfronteerd met 200 steek- en vuurwapens. Er zijn 2 granaten ingeleverd, dat vond ik al best indrukwekkend. Ik vind vooral gewoon weet je, de hoeveelheid aan wapens. Ik heb niet een specifiek wapen van, ik denk, daar ben ik nou extra van geschrokken. Dit zijn ook dingen die we in het werk tegenkomen. Vorig jaar kwam de politie 140 keer in aanraking met een steek- of vuurwapen. Vooral jongeren lijken de laatste tijd steeds vaker met messen op zak te lopen en te gebruiken. Vorige week nog werd een 14-jarige jongen in zijn hart gestoken door een 15-jarige jongen uit Assen-Delft. We horen dat jongeren zichzelf aan het bewapenen zijn. Er lijkt een soort van wetloop te ontstaan. Ja, die moet, als dat zo is, die moet echt doorbroken worden. Want van bewapenen wordt het echt niet veiliger. En dat toont bijvoorbeeld zo'n incident als donderdag aan. Het succes van de actie in Zaandam is niet onopgemerkt gebleven. En binnenkort gaat ook Purmerend zijn burgers oproepen om wapens in te leveren. Maar of dit de oplossing is voor het probleem, blijft de vraag. Deze wapens zijn in ieder geval van straat. En wij zijn er nu over in gesprek. We zijn er meer over in gesprek dan 2 weken geleden. Met heel veel andere partijen. En dat is een start van een duurzame oplossing. Want daar zijn we naar op zoek.